2005, 2006, Nissan kreeg zijn Almera en zijn Primera, zeg maar klassieke middenklassers, amper nog verkocht. Het leek zelfs dat het merk in zijn voorbestaan in Europa bedreigd was. En toen in 2007 voor het plots die Qashqai, een hippe SUV, zeg maar een crossover avant la lettre, werd een gigantisch succes. Dus ondertussen een tweede generatie, die kwam er in 2013, er kwamen ook heel wat concurrenten bij. Nu is er nummer 3. We gaan er met Klaas over spreken, want die heeft wel uitgebreid kennis meegemaakt. Je kan de detailtest van de Nissan Qashqai ook lezen in AutoGids. En je vindt hem natuurlijk ook op onze website autogids.be, waar we naar goede gewoonte elke dag nieuwsberichten plaatsen waar je ook tal van andere tests vindt. Klaas, enkele concurrenten hebben recent bewezen dat zo'n SUV er ook origineel en zelfs gedurfd kan uitzien qua design. Hoe zit dat met deze Qashqai? Ja, als je vergelijkt met Hyundai Tucson of de Peugeot 3008, zeker naar de facelift, heeft Nissan het braaf. Heel braaf gebleven. Hè. Pas op. Het is een mooie auto. Je herkent toch meteen dat het een Qashqai is. Je hebt het Nissan familie gezien. Je hebt nu boomerangvormige koplampen. Maar verder, ja, heel braaf. Zie je daar een leuk detail op die vleugel? Ja, dat is wel leuk. Ze hebben zo'n beetje een extra cachet willen geven van die gestanste Qashqai-benaming erin. Ook vanachter zie je, er is zo'n aero-design-lijntje dat erin zit. Hier. Ja, een vouw. Een vouw zo. Het doet een beetje aan Lexus denken, maar het is geslaagd. Ook zo direct in profiel. Er is de auto is wat gedrongener geworden. Wat versterkt wordt door het tweekleurige dak. Inderdaad, hij ziet er compacter uit dan eigenlijk de vorige generatie. Hij is nogthans groter geworden. Dus hij is 2,5 centimeter breder. 3,5 centimeter langer geworden. De wielbasis is ook iets langer. Maar hij is niet hoger geworden. Daardoor lijken de proporties compacter, wat gespierder en dus compacter. Dus over afmetingen gesproken, wie Qashqai zegt ook X-Trail, de langere versie. Komt die er ook? Of is die er al? 2022 komt er ook een langere versie, dus de X-Trail. We weten zelfs al hoe die eruit ziet. Want in Amerika wordt de Nissan Rogue al verkocht. En die komt ook naar Europa? Die komt gewoon naar Europa. Die krijgt nog een Europese inburgeringscursus en dan komt die ook naar hier. Dus een eerder braaf design, geen grote risico's in elk geval. Maar hoe zit het in het interieur? Heeft Nissan daar wel iets gedurfd? Ik denk aan grote schermen, dat soort dingen. Wel, we zullen meteen eens gaan kijken. Ik kan wel verklappen, dus het lukt met de achterdeur. De motorkap staat ondertussen open. Ja, vroeger benzine of in België vooral diesel. Maar nu, als je wilt scoren, ook in dit segment, moet je hybrides hebben. Hoe zit dat met het aanbod van Nissan? Wel, dat valt nogal tegen. Momenteel, dus diesels inderdaad, geen sprake meer van. Het motorenaanbod beperkt zich tot deze motor. Dat is een 1,3 liter Renault-regine. Twee vermogensvarianten. 140 pk, 158 pk. Maar geen hybride. Pas op, die is onderweg. 2022 komt de e-power versie. Is dat een plug-in? Nee, het is geen plug-in. Dat is eigenlijk de range extender. Ah, okay. Die ooit verguisd was, maar dus terug is. Waarbij dus een benzinemotor dient als stroomgenerator voor de rest van het elektrische aandrijf. Maar niet op te laden? Niet op laden. Dat dus een nadeel is, want de CO2-uitstoot zal iets hoger liggen dan bij plug-in hybrides. Maar terug naar deze auto. Dus 1,3 van Renault-regine, 140-150 pk. Voorwielaandrijving of 4x4. Handgeschakelde zesbak of X-Tronic. Die X-Tronic, dat is een CVT. Dus gewenst met virtuele schakelovergang. Dat je een beetje het klassieke gevoel hebt van te schakelen. Wat voor iets meer comfort zorgt. Want ja, je kent wel die CVT, zo dat gezeur. Dat is er zo wat uit. Het enige probleem is die CVT is enkel te combineren met de krachtigere versie. En dat is wel een beetje jammer. Alle motoren komen met multi-hybride technologie, maar 12 volt maar. Waarom maar 12 volt? Ik vermoed dat het een budgetkwestie is. Het is ook vooral bedoeld om het verbruik te drukken. Er is geen boost bij het accelereren of zoiets. Het is puur om het verbruik te drukken. En hoe zit het met dat verbruik? Dat viel een beetje tegen. Tijdens onze testsessie, pas op, de wagen was nog niet helemaal ingereden, dus het verbruik is dan iets hoger dan wat het uiteindelijk wordt. Zaten we rond 8,1, 8,3, afhankelijk van de omstandigheden. Het is nu wel gezegd, dit is een X-Tronic en dat verbruik hangt wel af van je rijstijl. Dus als je die harder pusht, gaat die versnellingsbak anders reageren en dan verbruikt dus meer benzine. Bij de handgeschakelde versie hebben we gemerkt dat dat verbruik stabieler blijft. Niet veel lager of hoger, maar minder pieken en dalen. Oké, okay, maar ze starten ook dan ook met een kleine handicap als er nog geen plug-in hybride in het aanbod ja, zit. Zeker als die zelfs niet gepland is. Ja, zeker als je vergelijkt met een Hyundai Tucson en hybride en plug-in hybride en diesel, ja, dan heb je ook een veel bredere wire aan mogelijkheden. En dat is Nissan wel een beetje. Komt er ooit een elektrische Qashqai? Geen elektrische Qashqai, maar natuurlijk de Nissan Ariya komt. Ja.
dezelfde technologie als de Megane E-Tech, de elektrische Megane, dat ook een SUV wordt. Het probleem van die auto is, die was eigenlijk al voorzien voor eind dit jaar, begin volgend jaar. Maar de chiptekorten hebben ervoor gezorgd dat die eigenlijk een half jaar uitgesteld is. Maar die komt eraan. En dat zal die beloofde lat een stuk hoger te liggen qua elektrische voertuigen. Oké, dat is duidelijk. Het interieur, boordplank, ziet er op het eerste gezicht heel sober uit, maar blijkbaar wel goed nieuws. Er zijn nog een paar klassieke toetsen. Ja, de ergonomie is echt wel exceptioneel goed, toch als we vergelijken met hedendaagse auto's, niet met oudere auto's. Waarom? Middelgroot scherm? Het is een redelijk groot scherm, maar pas op, ze voeten een beetje, want de zwarte ruimtes rondmaken doen het scherm groter lijken dan het eigenlijk is. Maar voor de rest, mooi scherm. Gebruiksvriendelijkheid? Gebruiksvriendelijkheid is heel correct. Een combinatie van touchscreen en bedieningsknoppen. Ook de airco-module zit apart, dus verzorgd gedaan. Digitaal dashboard? Digitaal dashboard. Ja. Leuke optie is de head-up display, want die ten eerste is redelijk groot en die is ook weer die gaat de functies gaan weg als je rijdt. Dus het stoort niet als je het niet nodig hebt. Inderdaad. Hetzelfde met stuur, heel handig. We hebben gezegd wel wat sober, want dat is een beetje wel de indruk die je krijgt. In het algemeen een klein beetje, ja, cheap is niet het woord, maar de concurrentie. Het is niet frivol, het is niet. Nee, het is heel sec. Uit. Het is heel sec. Ook de materialen, het is op het eerste zicht oogt het allemaal verzorgd. Maar als je verder gaat kijken, ja, het lederachtige... Is geen leder. Dat is geen leder en je ziet het eigenlijk wel iets te hard. Ook als je hier en daar links en rechts rondkijkt, merk je toch wat kleine missers. Wat perfect verenigbaar is met dit klasse auto, wat wel vloekt bij het premium imago dat Nissan deze kar wil geven. Wel trendy, ik zie weer die kleine pook, zoals in steeds meer auto's. Inderdaad, dat is plaatsbesparend. Oogt er ook netjes uit. De P-knop is er mooi in geïntegreerd. Elektrische handrem binnen handbereik. De verschillende rijmodi in binnen handbereik. Dus heel verzorgd. Een sportieve auto hebben we liever op ook. Maar met een SUV meer van die roeping. Perfect. En praktisch, bergruimtes, bekerhouders, alles is er. Alweer niks speciaals. USB-poorten. Vanachter zit een, zowel leuk. Zowel een USB-A als een USB-C-poort. Dus de kinderen kunnen in verschillende devices. Het moet niet het laatste recente zijn om te kunnen spelen. Dus alles zit erop. Hebben we de rest al de ProPilot-knop? Nee, leg eens uit. Dat is dus de knop waaronder je alle ProPilot-functionaliteiten bundelt. Dus autonome rijden. Semi-autonome functies. Dat is mijn sneltoets. Dat autonome rijden werkt ook heel goed. Voor zover wij hebben kunnen testen. Vertraagt mooi, netjes binnen de rijvakken. Anticipeert goed op het verkeer en niet te gevoelig voor andere weggebruikers. Nissan is daar wel trots op dat systeem, hè? Terecht dus. Ik vind het wel terecht. Het werkt heel goed. Ja. Oké. Okay. Dat is dus die fameuze deur. Ik ben benieuwd. Bij de meeste auto's gaat hij zo ver open. Bij de Qashqai, 85 graden. Een heel verschil toch? Een handige instap, niet in de Colruyt. Wow. Ik ga eens proberen. Wow, 1,90 meter, beenruimte, hoofdruimte. Ik heb het niet over, maar het is oké, het is correct. Ja, de wielbasis is 2 centimeter langer, dus je hebt toch iets meer bewegingsruimte achterin. Het is wel bij de concurrenten, denk ik. Ja, denk het ook. Eén klein nadeel, de achterbank is niet verschuivbaar. Dat heeft niet zin voor de kozen om dat niet te doen. Ook niet een optie. Et voilà, koffer. Klaas, ik zie geen hoedenplank. Dat is vergeten in de garage. Nee. Nissan heeft iets leuk gevonden. Er is dus een compartiment om de hoedenplank weg te leggen. Ah, dat is handig. Dat is handig, dan zit je niet met de shower, zit niet in de weg, je hebt het toch altijd bij. Ook leuk, je kunt dit gebruiken om de bagagecompartiment op te delen. Dus je bak bier hier, je appeltjes hier, weet ik veel. En het leuke is hier, je kunt dat omdraaien. Dit is afwasbaar, stel je aan een containerpark of iets, kun je dat omdraaien en dan kun je het achteraf afwassen zodat de viltekant niet vuil wordt. Dus wel leuk gevonden. En ook belangrijk, ruim genoeg? Hij is 70 liter ruimer dan de vorige generatie. We spreken over dik 500 liter. Met neergeklapte achterbank spreken we over 1440 liter. Dus marktconform, denk ik. Oké. Klaas, qua design, zowel van binnen als van buiten, is er echt niet veel veranderd. Je kan niet van de revolutie spreken, maar is er onderuit echt iets nieuws aan deze auto? Hij staat op een nieuw platform, het CMFC van de Alliantie, samen met Renault en Mitsubishi. Iets beter spoor. Ze zeggen dat ze hem vooral een stuk dynamischer hebben gemaakt. Maar eigenlijk valt er onderweg niet veel van te merken. Pas op,
Hij rijdt een stuk scherper. Dus de koetswerkrigiditeit is verhoogd. Het gewicht is verlaagd, veel gebruik van aluminium. Maar de focus ligt op comfort, veronderstel ik. Ja, zoals het hoort bij een familiewagen. Inderdaad, het is vooral het comfort dat eigenlijk indruk maakt. Zeker nu, deze testwagen staat op 20 duimers. Zelfs daar is het ongelooflijk hoe comfortabel dat hij eigenlijk is. De ophanging? Er is geen adaptieve ophanging voorzien. Maar er zijn wel twee types achterophanging. De versies met vierwielaandrijving en de versies met 20 duims velgen, dus zoals deze testwagen, komen met een multilink constructie achteraan. De andere komen met een torsieas. Iets minder doorontwikkeld, maar eigenlijk minstens even goed. Het grote verschil zou liggen bij snelheden, hogere snelheden. Dan zou de multilink constructie een stuk stabieler zijn. Ook het vermelden waard is de nieuwe stuurinrichting. Veel scherper, iets meer gevoel, het is vooral veel scherper, waardoor dat het gevoel van scherpte toch wel toeneemt. De Qashqai rijdt wel een stuk prettiger, zonder echt veel sneller of scherper te zijn, voelt het toch een stuk vlotter. Vooral voor mij vooral is de stilte tot nu toe. Het is ongelooflijk. Dat is eigenlijk volgens mij het sterkste punt van de nieuwe Qashqai, dat is de geluidsisolatie. Absoluut. Je voelt heel weinig trillingen doorkomen, heel weinig geluid doorkomen. Dat is volgens mij het point fort van deze auto. Dat is echt waarmee het verschil maakt met zijn concurrenten. Wij rijden ook met de voorwiel aangedreven versie, met dus X-Tronic. Tractie is geen enkel probleem. Het enige probleem dat je misschien hebt, als je iets sportievere rijder bent, dat is dat het niet snel is. Zelfs nu de topversie, 158 pk. Heeft bijna 10 seconden nodig om tot 100 te spurten. Akkoord, familiewagen hoeft niet veel sneller te zijn. Maar als je de concurrentie neemt, die doen een pak sneller. En je voelt toch wel, de motor is krachtig genoeg en herneemt voldoende. Maar je hebt heel weinig overschot, zeker als je met kinderen achterin zit, met bagage. Mocht er nog net iets meer zijn. Vooral de Duitse concurrentie, die voorziet ook een aantal heel sportieve versies. Dat zit allicht niet in de plannen, meneer. Nee, er is geen Nismo-versie gepland. Qua benzineversie zal het niet het zijn. E-Power is iets krachtiger, maar die zal ook een stuk zwaarder zijn. Dus dat extra prestatiepotentieel van het aandrijfgeheel wordt dan eigenlijk een beetje opgesoupeerd door het extra gewicht. Maar goed, als familiewagen, prima compromis blijkt. Zeker. Prijs, daar hebben we het nog niet over gehad. Het is een heel competitief segment. Hoe situeert de Qashqai zich tegenover zijn belangrijkste concurrenten? Wel, als we vergelijken met de voorganger, die is ongeveer 2000 euro duurder geworden. Dat lijkt een handicap, maar de hele concurrentiemeute is nog duurder geworden. Dus eigenlijk is zijn prijs heel competitief. We spreken over 28.500 voor de absolute instapversie. Dat is dan de 140 pk voorwielaandrijving, handgeschakelde versnellingsbak met Visia uitrustingsniveau. Maar je moet wel rekenen op 30.000 euro, want vanaf dat je iets toevoegt... Pas op, de basisuitrusting is redelijk oké, redelijk genereus uitgerust. Wat niet wil zeggen dat deze die hier staat, is 43.000 euro. Dat is de Tecna met het gekleurde dak, al toeters en bellen. Neemt niet weg dat het opzichte van de concurrentie eigenlijk heel competitief geprijsd is. Oké. De eerste Qashqai was een verrassing en had het rijk eigenlijk jarenlang voor zich alleen. De tweede generatie die verloor zijn leidersplaats, want er kwamen een pak concurrenten bij. Is deze derde generatie sterk genoeg om het laken terug naar zich toe te trekken? Wel, in het begin denk je nee, want hij mist een beetje de toeters en bellen die veel concurrenten hebben. Hij springt er niet meer uit. Hij springt er niet meer uit. Het design is nogal braaf, geslaagd, maar braaf. De technologie is correct, maar de concurrentie doet vaak beter. De motoropties, dat is echt wel een handicap, dat ze maar één motor hebben momenteel. Dus op het eerste zou je zeggen, too little, too late. Maar als je het als geheel ziet... Het totaalpakket is wel heel sterk geworden. Het is meer dan de som der delen. Het is echt een auto die op detailniveau achter de comma verbeterd is. En op dat vlak denk ik wel dat ze hun voet terug naast heel veel concurrenten kunnen zetten. Net omdat ze heel weinig steken laten vallen, buiten het motorenpalet dan. Dus ik ben toch geneigd om te zeggen dat het toch terug een succesnummer geworden. Niet zoals de eerste, maar wat de vorige generatie kon, moet je zeker kunnen evenaren. Ook al heeft zijn imago mee. Qashqai is toch een begrip in de autowereld. Dus ik geloof er wel in. Het consument overtuigen van het totaal. Ja, ik geloof er wel in. Bedankt voor het kijken.
Nog zin gekregen in videotests van autogids? Ga naar ons YouTube-kaanal en doe een dicht aan de video's. En graag tot de volgende keer!